Het gaat helemaal niet om het brand, het gaat om de klant. En uiteindelijk meer machines aan de man brengen. We zijn op 160 miljoen omzet HubSpot ingestapt en nu doen ze 2,5 miljard. Samen met Webs, de nummer 1 HubSpot consultiepartner, maak ik een serie gesprekken over business transformatie. Vandaag een gesprek met de ondernemers achter Webs zelf. Welkom bij CVD-TV. Ja, heren, van harte welkom. Zijn jullie allebei oprichter? Of is het bij jou begonnen of samen? Het is bij mij begonnen. Vertel eens. Ik ben in 2001 gestart met toen een andere compagnon met Webs. En dat was een internetbureau. We waren er vrij vroeg bij. 2001, ja. Dat 2001, was het helemaal waar. Ja. Toen hebben we een jaar of 10 het een en ander ontwikkeld. En dan heb je het over websites maken, zeg maar. Websites, content management systemen. Was dat het begin van je carrière of was er ook nog een leven voor webs? Nee, dat was nog een leven voor. Ik heb als consultancy gewerkt bij Logica CMG en bij EDS, Electronic Data Systems. High speed internet kwam toen net, breedband internet kwam net op. En dat vond ik mooi. En dan had ik een collega waar ik mee werkte. Ja. En bedacht, nou, dat kunnen wij zelf ook. En daar gaan we zelf vorm aan geven. Dat was niet echt strategisch. We zagen meer een kans en daar zijn we op ingesprongen. Opportunistisch heet Opportunistisch, dat. Opportunistisch, precies. Ja, dat is en zijn we eigenlijk heel geleidelijk gegroeid, organisch. Tot 2012, mannetje of 20. Maar wel steeds de vraag. Ja, ik wil eigenlijk doorgroeien en ergens goed in worden. Uh-huh. Maar dan moeten we niet alles gaan doen. Dan moeten we gaan focussen ergens op. Ja. Het nadeel dat wij toen hadden. Ja, we doen alles zelf, dus we kunnen ook alles. Ja. Slogan was toen You Imagine, We Create. Dus dan kun je wij draaien. Exact. Ja. Dus dat was rond 2012 dat ik me die vraag stelde van ik wil wat anders. Ja. En daar ligt ook de link met Emiel. Want wanneer kwam jij in beeld, Emiel? 2014. Maar ik was wel 2011 al bij jou op bezoek. En in 2014 was ik actief als consultant. Ja. En toen was Camille op zoek naar een account director. En kennen jullie elkaar? Of? Ja. We kennen elkaar. Een mooi verhaal. Wat dan? Wij hebben dezelfde vrouw, in ieder geval qua naam. Dit was wel een hele leuke. Ja, heel leuk, hè? Ja. Zijn vrouw, vriendin is Kim, is mijn nicht, Kim Freriks. En mijn vrouw heet ook Kim en wij zijn getrouwd, dus... Oh, wat grappig. En ik niet. Dus Emiel en Camille en Kim Freriks. Lekker makkelijk, al die namen. Ja, ja. Ja. Oké, dus er lagen al lijntjes. Ja. Zo is het. En maar in 2014 was ik iets aan het organiseren. Een congres rondom digitale loyaliteit. En daar had ik Camille ook voor uitgenodigd, want we waren met elkaar in gesprek. Want Camille zei, hey, ken jij iemand uit jouw netwerk die account director wordt? Nou, to go short, dat ben ik geworden uiteindelijk. Op dat congres zei hij, ik ben met een Emiel in gesprek, maar jij moet eigenlijk ook reageren. En dat heb ik gedaan, heb ik een presentatie gegeven op een vrijdagmiddag. Woensdag was dat congres, vrijdag was ik daar en ik was geëindigd met... een e-merse hoofdpagina, webs verkozen tot beste in. Toen had ik volgens mij mobile gekozen, dat was toen hot. Maar ik zei, daar gaat het niet over, maar we gaan wel kiezen om gekozen te worden. Mm-hmm. En dat hebben we samen... Ja, precies, daar hebben we een jaar voor uitgetrokken. Dus heel 2014 zijn wij, we hadden één ding met elkaar scherp. We gaan kiezen om gekozen te worden en dat doen we van binnen, van buiten naar binnen. Ja. Dus we vertrekken bij de klant... En daarin gaan we gesprekken voeren om te onderzoeken waar kunnen wij het verschil gaan maken. Dat is een beetje 10 jaar geleden. Dat is 10 jaar geleden en daar hebben we eigenlijk een jaar voor uitgetrokken. Terwijl de business doorliep. Ja. Hey, en even ondernemerstechnisch, zometeen gaan we die markt in en kijken hoe dat allemaal gelopen is. Maar ben jij nog steeds gewoon netjes account director met een saai op de loonlijst? Of ben je inmiddels ook part of the gang? Ik ben na een week door Karel, de compagnon van Camille, benaderd van... hey, kom er eens bij. Ik zei, nou, Karel, een week vind ik wel heel kort. Ja. Ik heb iets langer genomen, 1,5 jaar. Daarna ben ik ingestapt. Heb ik de aandelen van Karel overgenomen. Okay. En zijn we eigenlijk met z'n... Karel heeft nog een klein deel. Maar eigenlijk zijn jullie twee de owner van Webs. Okay. Ja. Dus 10 jaar geleden die strategie bepaald om kiezen om gekozen te worden. En hoe is die keuze... Was die vrij snel gemaakt voor jullie? Nou, daar hebben we grondige analyse op gedaan. We hebben er een jaar op uitgetrokken. Ja. Wij zijn gaan onderzoeken binnen het huidige klantsegment, waar ligt nou de behoefte? Wij zagen twee grote klantgroepen.
leisure en business to business. We zijn met name op die business to business ingezoomd. Zeker. En daar zagen we kansen liggen. Ja, maar dat was ook vanuit de historie van Webs. Ja. Het was een heel divers portfolio, maar je had wel twee duidelijke groepen. En die leisure-markt hebben we goed onderzocht. Is daar nou een boterham in te verdienen? Nou, dat kan wel, maar dan moeten we wel heel diep gaan. En ik maak zelf... concreet, of een klant heb je dan over? Nou ja, een liefde voor Limburg. Sportbonden. Sportbonden, heel veel sportbonden. Grote DJ's. Ja. Internationale DJ's. Ja. Dat was één groep. Een andere groep was in de industriële B2B Eindhoven. Minder sexy. Totaal niet sexy. Nee. En wel gigantisch veel uitdagingen. Nou ja, en waar Nederland op draait volgens Zeker. Mij een beetje. Dat de, ze dat de backbone van de economie. Zeker. Ja. En daar zagen wij in ieder geval een mooie... daar waren heel veel uitdagingen bij die klanten. Vertel eens over die... Want maak maar even de sprong. Ik weet niet of die 10 jaar geleden heel anders waren dan nu. Maar wat waren de uitdagingen toen en wat zijn ze nu? Ja, nou kijk, even de digitale volwassenheid, hè, waar je over praat. Hè, dus waar veel agencies zich op richten, waren natuurlijk de grote brands. Hè. Ja. Daar waren budgetten, daar waren uitvragen. En bij die B2B zag je dat eigenlijk niet. Nee. Die waren er niet. Dus dat moet je ontwikkelen. Nou, en daar hebben we naar gekeken. En wie ontwikkelt dat nou goed? En wie kan daar een propositie op bedenken? Of wie heeft daar al een propositie op? Daar hebben we naar gekeken. En ik was zelf al als B2B consultant actief. Dus ik snapte die wereld al wel en ik zei, nee, dat is de Blue Ocean, jongens, daar moeten we naartoe. Want daar hebben we bijna geen concurrentie, daar hebben we wat te winnen. Alleen we moeten technologie hebben waarmee we die klanten kunnen gaan helpen. Ja, en die technologie als, daar zijn we naar op zoek. Ja, wat interessant was, ik had natuurlijk zelf al 10 jaar achter de rug. Ja. En ook samen met Emilia zelf ontwikkelen, dat is nogal wat. Hoe wij het verschil maken in een zwaar competitieve wereld. Ja. Ze hadden zelf ook van nou, we gaan en in de markt zetten waar behoefte ligt. En we gaan op technologie ontwikkelen die bestaat en die waar we op door kunnen bouwen. Dus we gaan niet zelf iets ontwikkelen, nee, we gaan op een bestaande technologie doorontwikkelen. Denk slimme keuze. Anders moet je echt een techbedrijf worden, want het is niet alleen ontwikkelen natuurlijk, maar het is continu. Dan blijft het aan de gang. En wij zijn toch een dienstverlenende organisatie. Ja. Ja. Dat zit in onze haarvaten. Ja. Dus daar willen we op door, op een bestaande technologie. De keuze HubSpot, voor alle duidelijkheid. Hè, want daar brand je ook gewoon expliciet mee. Daar wil ik zo meteen alles over weten waar die keuze op is gebaseerd. Ja. Maar laten we eerst eens inzoomen op die klanten. Hè, van als je, want dit zijn de klanten, wat ik net al zei, waar ik kom ze ook veel tegen. Ja. Het zijn niet misschien niet de sexy klanten, maar ik vind het allemaal super tof. Ik zeg altijd, als ik nou een industrieterrein loop, dan stap ik weer zo'n lift in en dan zie ik weer 10 van die logo's. Ja. En denk ik van, weer 10, weet je wel. Echt geweldig. Ja. Waar stoe je die mee? Wat is de pijn van die bedrijven? Even in onze exercitie 10 jaar terug, wat ons opviel is, waarom omarmt die doelgroep, we noemen ze de hidden champions, de backbone van de Nederlandse economie, waarom ontarmen die nou dat digitale veel minder? Waarom gaat dat daar zo langzaam? Waarom zijn ze digitaal onvolwassen? Daar hebben we toen vrij veel onderzoek naar gedaan. En een van de kernconclusies voor ons was, dat heeft ermee te maken hoe de digitale markt ze bedient, dat past helemaal niet hoe ze denken. Het gaat helemaal niet om het brand, het is veel minder belangrijk. Het gaat om de klant centraal stellen. Ja. En uiteindelijk meer machines aan de man brengen. Dat snappen ze. Dus het moet meer verkoopgedreven zijn? Ja, zwaar verkoopgedreven. Ja, ja. Veel rationeel. En sterk, in dat verkopen, dan gaat het altijd over niches en hoogspecialistisch kennisgedreven. Kennisgedreven. Als je aankoopprocessen doorloopt, doorloop je 70% online plaatsvindt, dan zul je die kennis daar moeten brengen. Doen B2B-bedrijven dat? Ja, op beurzen, op traditionele beurzen. Precies. Dat kennen ze. Waar ze vakbroeders ontmoeten en waar specifieke klanten komen. Echter, online lieten ze daar nog een heel stuk liggen. Daar is dat een gat. Nou, en ik durf wel, misschien heel brutaal opmerking, maar ik zou bijna zeggen, laten ze het liggen. Want ik doe veel research naar dat soort partijen, omdat ik ze veel interview en zo. En het valt mij op dat typisch dat soort bedrijven, die hebben de meest miserabele websites. Ja, en 20 jaar geleden had ik dan gezegd, als bureau-eigenaar had ik gezegd, tuurlijk, dat is heel slecht. Mm-hmm. Jullie moeten een hele blitse website hebben. Ja. Maar ondertussen zie ik de omzet en de winstcijfers van die bedrijven en denk, nou, die zullen ze wel niet nodig hebben. Hoe kan dat toch? Nou, exact. Dus het gaat veel minder om de toegevoegde waarde van de vorm. Ja. Maar veel meer, hoe faciliteer je die klant in zijn journey om de beslissing te maken? En dat is kennis gedreven. En die kennis, die zit bij Harm, die al 40 jaar werkt, de techneut, de engineer. Ja. En zeker 10 jaar geleden werd het binnen kamers gehouden. En daar is het reclamische, lees een chique, flashy website, is daar veel minder van veel belang. Veel minder. Eigenlijk ook nog steeds, ik zeg wel vaak het Eindhoven-syndroom, Philips. Ja.
He, Philips ging van 440.000 man nu naar 40.000 man. Dat is niet omdat ze zo goed zijn geweest in de marketing. En dat doe ik even heel flauw. Maar dat was wel een dingetje bij allemaal dingen die ze bedenken, daar was het vermarkten ervan niet zo heel goed. En daar zitten we nog steeds een soort van historische achterstand in. Ja. B2B is niet sexy en dat is allemaal niche. Maar digital is gaande al lang en blijft ook maar doorgaan. Dus maar zijn het gemiste kansen van die bedrijven, als we even naar vandaag de dag kijken? Is het dan zoiets van, hey, het is jammer dat jullie dit niet goed aanpakken? Of is het ernstiger dan dat? Nou, ik denk als je er niet op inzet, luister, je concurrent is er wel mee bezig. En op basis van data je zaken efficiënter organiseren, zodat je onderaan de streep meer overhoudt. Dus op basis van data keuzes maken. Waar gaat je tijd naartoe? Ik denk, als je daar niet op inzet, ja, dan het is geen vraag of de rest er mee bezig is. Dat is aan de hand. Ja. Dus met z'n allen naar een beursstand, daar een miljoen op investeren, een stropdasje, een kaartje. Dat gaat ik over 10 jaar geleden. Ja, ja. Terwijl die beursstand 24/7, 365 dagen per dag gewoon aan de gang is. Ja, ja, ja. En dat je dat gewoon kan met data kan analyseren. Wie is er dan op die stand en hoe richt je daar je sales orgaan op in? Dat is een transformatie van de commerciële organisatie. En dat is wat jullie business transformatie noemen? Dat is wat ons betreft business transformatie. Ja, ja. Jij wil het zeggen? Nou ja, kijk, wat nog een ander ding is kijk, dat sterk kennis gedreven zijn, daar zit wel een bottleneck bij veel bedrijven. Dus die zeggen van, wij kunnen het wel verzinnen, maar we hebben ook weer de mensen nodig. De kenniswerkers, die ASML bijvoorbeeld naar Nederland haalt. En daar zitten ze ook mee. Dus we hebben geen probleem met verkoop, hè, want dat gaat maar door. Ja, maar we hebben vooral moeite om de mensen de producten te laten maken. De engineers, de slimmerikken. We kunnen niet hard genoeg groeien eigenlijk. Exact. Ja, maar dan moet je weer global gaan denken. Oké, dus er zijn meerdere. Het is niet altijd, we willen meer producten verkopen, wat het probleem is. Nee, exact. Ja, dus dat remt ze, wel, dat remt ze soms ook. Precies, en dan heb je het met name hebben we het nu over het industriële klantengroep van ons. Zeker. Maar omdat wij zeiden B2B, kwam daar wel en HubSpot, kwamen wij ook in andere B2B Want wat zijn sectoren. Nu je klanten? Wat zijn de domeinen waar je nu echt leading in bent? We hebben drie kerndomeinen. Dat is de high-tech maakindustrie. Ja. Kennisgedreven organisaties, de mastodonten. Dan hebben we de zakelijke dienstverleners. En dan namen wat grotere organisaties die wat langer bestaan. Ja. En we zitten veel in de software SaaS-hoek. Daar geldt een heel ander vraagstuk. Ja. Daar zit veel minder legacy. Die willen versnellen. Ze hebben een mooi product. Ze moeten internationaal. Dat zijn eigenlijk de hoofddomeinen van klantgroepen waar wij in acteren. En dan komen jullie binnen en wat is jullie pitch dan, zeg maar? Waar haakt men op aan? Nou kijk, toendertijd ging het met name over het digitaliseren van de marketing en dat data gedreven maken. Hè? Ja. Je staat met je rug naar de klant en je hebt eigenlijk geen idee. Dat was in de kern de boodschap. Je moet je kennis die je intern hebt gaan ontsluiten en gaan kijken hoe je dat kan inrichten vanuit veel meer een salesgedachte. Mm-hmm. Inmiddels, we zijn nu in 2023, gaat dat niet over marketing, maar gaat het in de kern over je hele commerciële organisatie. En hoe ga je de klant centraal stellen en met je teams, marketing, sales en services, die klant helemaal ontzorgen. Ja, even aanvullend erop, het versnipperd zijn van klanten, beurscontact, website bezoekje, contact met de salesman, dat was aan de klantzijde versnipperd. En dat collectieve, of dat verzamelen van die data bij die bedrijven, dat gebeurde eigenlijk maar incidenteel. En dan hadden ze wel een Excel-sheet en een verouderd CRM-systeem. Ja. Maar dat was toen niet het vraagstuk. Maar dat is nu wel het vraagstuk, omdat ze allang zien dat die wereld aan de buitenwereld is veranderd. Dat willen ze wel 360 graden zicht hebben. Dus nu krijgen we eigenlijk meer een technische uitvraag. Ja. En toen was het een commerciële uitvraag. Ik kan me voorstellen dat er nu dat ze nu, want het is een best wel een. Ik ken heel veel ondernemers in die hoek. Die zijn nu ook wel rijp ervoor, denk ik. Hè? Want ze zien nu echt wel dat het gewoon echt wel heel slim is om dit te doen. Is het makkelijk om jullie diensten te verkopen? Of dat gaat goed? Ik kan me voorstellen dat het... Ja. Hè? Ja. Nee, dat gaat goed. Ja. Dat gaat zeker goed. Kijk, even HubSpot als belangrijke engine erachter. Ja. Kijk, toen wij begonnen, wij zijn op 160 miljoen omzet HubSpot ingestapt. En nu doen ze 2,5 miljard. Ja. Wow, dat is best rap in 10 tijd. Dat is best groei.
En daar hebben wij, los van HubSpot's kracht, zelf ook profijt van. Maar vooral ook omdat onze diensten ook weer moeten veranderen. Dus gaat het goed? Ja, maar we zitten zelf ook wel in een transitie. Ja, dat is leuk, want dat kan het cirkeltje straks mooi rondmaken. Dat jullie ook zelf in transitie zitten. Maar even dat HubSpot-domein, hè, want dat is een keuze. Hè, want er zijn natuurlijk ook bureaus die zeggen, of dienstverleners die zeggen, luister, wij zijn onafhankelijk, wij geven jullie het beste advies. En op basis van dat advies kijken we welke tooling het beste past. Nou, jullie hebben heel duidelijk een andere strategie gekozen. Dus eigenlijk twee vragen. Waarom die keuze? Om heel duidelijk een technologie centraal te stellen in je dienstverlening? En twee, waarom dan HubSpot? Goeie vraag. Zeker toen wij begonnen. Waar wij naar keken waren een aantal factoren. Voor ons was het van belang dat we met tooling aan de slag gingen die intuïtief is en makkelijk in gebruik voor de eindklant. Dus niet te complex, want dat past goed in het segment waar wij in acteren. Ja, wij werken niet voor de enterprise, niet voor de grote reuzen, maar veel meer voor het MKB+. We waren ook op zoek naar een stuk software waarin achter een goede visie zat vanuit de oprichters. We hebben ook gekeken naar en wat is het groeipad van het platform zelf en wat is de route voorwaarts. En past die bij jullie? En daarnaast hebben we gekeken, wij willen in een blauwe oceaan gaan vissen. Ja. Hoeveel vissers zitten er aan de kant? Ja. Dus welk partnernetwerk is er? Ja, en in 2014 was het partnernetwerk van HubSpot in Nederland niet of nauwelijks... Het bestond uit 2 of 3 tiered partners. Ja. En wereldwijd waren er 3000. Okay. En het had almiddels al een journey achter de rug van 25-30% groei op jaarbasis en een IPO in 2012. Mm. En net een hoofdkantoor geopend in EMEA in Dublin. Ja. En de software is fantastisch. En die software is fantastisch, wat het mooie was. Ja. Ik werd gehunt. Door HubSpot, hè? Want op een gegeven moment maak je je ergens kenbaar. En had ik Steve Vaughn, remember Steve Vaughn, die belde mij op. En zei, hey Miel, how is business going? Steve Vaughn was onze CAM, onze Channel Account Manager. Ja, ja, ja. Dus die zorgde ervoor dat webs met HubSpot succesvol gaat worden. Ja. Dat deed hij supergoed. Maar hij deed dat altijd heel goed. En hij zei, hey Miel, how's business going? Camille, your companion. Wist hij dus al direct, hè? Gebruikte hij in zijn eerste zin. He was on the HubSpot channel. En Jos en Sjors, dus die had allerlei kennis al in de eerste 5 minuten paraat over mijn bedrijf. Omzet, wat we deden, en dat deed hij fantastisch. Practice what you preach. Practice what you preach. En die hadden toen een Sales Navigator tooltje, dat kon je op Chrome inpluggen. En dan ging je bijvoorbeeld naar een klant toe, abc.com, en dan klikte je daarop. En dan kreeg je te zien wie de CEO was, wie de commercial director was, wat de omzet was, waar ze zaten. Al die data hadden zij al paraat. Wow, dit is vet. Als we dit kunnen uitleggen aan de andere zijde... Ja. Dat snapt de commercieel directeur. Ja, ja. Dan hoef je niet over het merk te hebben. En over mooie kleurtjes en gevoel. Nee. Misschien nog over prijs. Ja. Misschien nog over prijs. Ja. 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 Hey, en werden jullie meteen met... Want jullie noemen jullie zetten jezelf nu neer als nummer 1 consultiepartner. Ja. Dan neem ik aan dat jullie het ook zijn. Want anders dan zeg je zoiets natuurlijk niet. Hè. Hoe word je zo... Want ik kan me voorstellen dat zij keuze hebben uit meerdere agencies. Dus waarom zijn ze zo enthousiast over jullie? Nou, wij hebben toen een sterk plan gemaakt. Wij willen van 10 naar 20 naar 30 naar 40 recurring customers. Dan hebben we er 100 en dan hebben we een businessmodel te pakken. Ja. Wij denken dat we een gat zien in de markt waar behoefte aan is. Dat zijn die kennisgedreven organisaties in de B2B. Ja. Die gaan we ontwikkelen. Daar gaan we zelf in voorop. Dus dan zijn we heel sterk gaan inzetten op het organiseren van kennisevents, kennissessies, de netwerken bij elkaar brengen. En daar hebben we gewoon... mensen op het podium gezet die vertellen wat wel werkt en wat niet werkt. Dat hebben wij niet eens gedaan. We hebben gewoon de ander laten praten en dat hebben wij gefaciliteerd. En daarmee pakten we goed wind in de zeilen. En toen zijn we snel gaan groeien. En omdat we in een redelijk immature landschap zaten, werden wij binnen 2 jaar de grootste partner van HubSpot. Ja. Dat zegt niks over ons. Dat zegt vooral ook iets over de volwassenheid en partnerlandschap van HubSpot. Ja, ja. Maar dat hebben we wel goed gezien. Ja. En omdat we dat... dat was lukte, kom je in de ranglijstjes, Amerikaans systeem, dan sta je bovenaan. En van daaruit kregen we ook uit aanpalende segmenten uitvragen, wij willen iets met HubSpot. Hey, jullie staan bovenaan, wil je meedoen in het verhaal? Ja, dat was voor ons een mooie bevestiging, vooral ook. En een entry reflectie. Ook, binnen HubSpot zelf. Ja. Kijk, want die zien zelf ook wel van, we hebben de partners hard nodig. Hè, want software kun je aanschaffen, HubSpot is een SaaS-model, klik, klik, Ronnie, en je hebt hem zo aanstaan. Ja.
Echter, de vraagstukken die wat groter zijn bij onze klantgroepen, ja, dat ziet HubSpot ook heel goed. Dus die zien dat de partners belangrijk zijn in hun ecosystem. Ja. En die faciliteren ze, de partner days, en wij reflecteren heel veel met elkaar. En dat doen dat ook samen met HubSpot. En dan zien we heel snel winst, twee keer. En daar zet HubSpot ook op in. Dus die vroegen ons op een gegeven moment ook in 2019. Jongens, Duitsland roept om jullie. Nou ja, goed, hè. Daar zijn we dan acties op gaan maken. Maar dat is wel belangrijk dat HubSpot ook open staat voor partners en echt connectiviteit te maken. We hebben ook met Salesforce geprobeerd even verbinding te maken. Dat werkt is eigenlijk nooit gelukt. Het is nooit van de grond gekomen. Hebben jullie veel? Zijn er momenten van spijt wel eens geweest omdat je hele mooie klanten trof, die technologisch op zo'n ander platform draaiden, dat het gewoon dat je keuze. In het begin was het natuurlijk even zoeken, omdat HubSpot nog redelijk een kleine speler is, was. En dan kreeg je wel eens vraagstuk, moeten we dit willen? Want een keer de serviceuitvraag, kunnen we faciliteren. Maar dat is wel op een andere technologie. Dus de eerste 2 jaar hebben we daar nog een beetje op 2 benen gehinkt. Ja. Maar wij zagen die klanten waar we HubSpot aanzetten en onze service aanbieden, die worden in principe zo blij met dat product. Ja. Het is geen vraag. En HubSpot ontwikkelt zich razendsnel. Ja. En willen wij bijbelenen, blijven benen op al die technologische ontwikkelingen. Dan moeten we focussen. Dan is het kiezen. Want anders dan zijn we holistisch alleen maar bezig. Ja. En wij willen niet alleen het plan maken, maar ook de tactiek en de executie. Ja. Ze willen ook deliveren wat we aan de voorkant beloven. En een paar dingen die we jullie willen bespreken. Hè. Technologie. Er gebeurt nogal wat. AI ontwikkelt zich op dagelijks. Ik vind weer een soort, net zo'n soort gevoel als dat ik had dat ooit internet ontstond. Zeg maar. Weet je wel, die spanning weer. Hoe speelt dat binnen HubSpot, jullie klanten? Kijk, gisteren hebben wij een update gekregen van HubSpot. Dat doen ze voor alle partners, 6000 online. Nieuwe strategie, een verbeterde strategie. Ja. En dat ging gisteren als eerste, speerpunt 1, AI. Hebben we ook op inbound gezien, dus grote conferentie, 30.000 man in Boston. Ja. Ronnie wil een website, die gaat over technologie en wil daar 3 landingspagina's voor de 3 doelgroepen van webs. Create, à la Sora, hè, met die video nu. Ja. Boep. En klaar, hoppatee, magic. Daar zetten ze niet een beetje op in. Nee, dat zetten ze volledig op in. Omdat ze zien dat dat het model gaat worden. En dit is maar een voorbeeld van creatie. Zeg maar. Ja, dus je gaat praten tegen computers. Je gaat praten tegen dingen doen. En dat is dan een voorbeeld van de marketingzijde. Ik denk wat een heel mooi ontwikkeling is in HubSpot. Ja, zeker. Belangrijk is om te benoemen. Ja. Kijk, HubSpot heeft gezien die klant centraal stellen en werken op basis van intuïtieve software gaat ervoor zorgen dat mensen blij worden om het te gebruiken. Ja. En dat geldt niet alleen voor de marketingafdeling natuurlijk, maar dat geldt ook voor de salesorganisatie en ook voor de serviceorganisatie. Die hebben allemaal te maken met klantdata. Ja. En als die afdelingen vanuit silo's acteren met versnipperde data, ja, dat is misschien een open deur verhaal, dan maak je niet zo'n slimme beslissingen. De kaarten die HubSpot heeft, het is vanuit 1 unified platform gebouwd, niet geaccureerd, 1 database. Ja. En daarom kan de interface aan de voorzijde, die is voor alle assen even intuïtief. Hebben zij nooit iets geaccureerd, alles zelf ontwikkeld? Zij hebben niet aan de voor-engine iets geaccureerd, ze hebben hooguit aan de datazijde. Ja, dus bijvoorbeeld Clearbit is onlangs een acquisitie geweest, die verrijkt data aan de achterkant. Ja. PySync. PySync, dat gaat ervoor koppelen, bijvoorbeeld met externe systemen waar ook klantdata in zit. Maar dat zit allemaal aan de achterkant. Dus aan de voorzijde heb je een mega intuïtieve interface, waardoor als jij een salesman bent en ik ben een serviceman en je praat met Emiel als klant, dan zien we hetzelfde record. Ja. Dan gaat het over, hey, Emiel heeft toen dit gekocht, heeft toen die klacht ingelegd en we hebben hem voor dat event getarget. Wat is de potentie van Emiel als klant als voorbeeld? En daardoor kun je datagedreven beslissingen nemen en ga je vanuit een unified klantprofiel werken. En die change, daar is HubSpot volop aan het inzetten. Van 2014 tot 2020 zijn ze gegroeid van, wat inmiddels 160 miljoen naar 1 miljard. En de laatste 3 jaar zijn ze van 1 miljard naar 2 miljard plus gegaan. En de aankomende 3 jaar gaan ze van 2 miljard naar 4 miljard. Maar dat wordt dus een AI-bedrijf, want dat kan niet anders dat ze AI aan alle AI zet de core. Ja. Dat is het. Hè? Ja. Dus wat ik nou gisteren leerde was van, je hebt de eerste generatie CRM-systemen. He, van voor 2000, toen kwam de cloud, 2020. En nu zie je de volgende generatie komen. En dat is eigenlijk een smart CRM.
AI gedreven. Ja. En ik noemde net een marketing voorbeeld, maar net zo goed voor sales. Ja. Waar moet ik me nou op richten als ik me op industriële richt? Welke vraagstukken zijn er? Welke investeringsmaatschappijen zitten? Hey, beste HubSpot, achter deze industriële. Geef mij een lijstje van de beste 10. Laat mij zien wie de beste salesman is. Je hoeft dat niet meer op te zoeken. Je kunt dat vragen. Nou, ja, goed, dan kun je rapportages op inrichten. En dan kun je slimmere beslissingen mee maken. En dan word je slagvaardiger. Mega. Hoeveel mensen hebben jullie nu in dienst? We zijn nu met 50 man. Ja. En je zei net van, we zijn zelf ook in transitie. Ja. Zijn jullie trouwens een bedrijf wat echt de versleten zolen heeft? Of die echt gewoon, net zoals HubSpot zelf, als ik jullie bel, weten jullie precies wie ik ben. En daar hebben jullie alles helemaal perfect op orde? Nou, perfect op orde heb je natuurlijk nooit. Maar wij werken natuurlijk wel vanuit die data-driven aanpak. Ja, of course. Ja, wij hebben zeer scherp waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en waar veel minder. Ja. Waar HubSpot wel past en niet past. Ja. En wat zijn de trans? Want je zegt, wij zitten ook in de transformatiefase. Leg die eens uit. Vertel eens waar Webs de komende jaren naartoe gaat. Kijk, wat belangrijk is om te weten is, HubSpot komt vanuit de marketing automation kant. Hè? Ja. Inbound marketing, Brian Halligan, boekjes, educate the market, kennis verdelen. Nou, dat verhaal hebben ze 10 jaar fantastisch verteld en ook tractie opgemaakt. Toen werd het een CRM-systeem. Hè? Net even wat we 4 jaar geleden zeiden van, jongens, zeg nou niet CRM-systeem, want dan gaat aan de andere zijde de IT-manager gaat zijn CRM-systeem matchen met het CRM. Ja. En dan zegt, ja, we hebben al een CRM-systeem, klaar, einde verhaal, stop. Terwijl nu heeft HubSpot een hele grote slag gemaakt in de wereld van CRM en willen ze die markt, de upmarket, ook gaan bedienen. Ja, en dat betekent dat ze veel meer richting business tech gaan dan marketing tech alleen. Ja, ja, ja. En business tech, de front office, zo praten we elke keer erover, sales, marketing, services, daar is iets anders nodig. En de front office heeft andere vragen dan de back office. En de back office heeft eigenlijk in die industriële, maar ook SaaS-bedrijven, heeft heel veel gedomineerd. En ik zeg vaak, de front office wordt gegijzeld door de back office systemen. Niks ten nadele van eSynergy. Prachtig product nog steeds. Maar er is wel iets anders nodig nu om die front office goed te doen. Doe maar een onderzoekje naar de gemiddelde salesman die werkt bij een B2B-organisatie van omvang. Waarbij vanuit het ERP-pakket of vanuit de back-office CRM is aangeboden. En vraag is hoe blij en vrolijk die daarvan wordt. En hoe datagedreven die beslissing kan nemen. Maar dat is al een oude discussie, dit. Dat is een oude discussie. Nog steeds is een admin tool, maar dat bestaat. En dat is nog ontzettend levendig in MKB Plus wereld in Nederland. Ja. Terwijl de tools zijn veel slimmer, intuïtiever. Ja. En doordat die intuïtiviteit er is, is de adoptiegraad aan de andere zijde veel hoger. Mm-hmm. En is de business case wat ons betreft gewoon veel beter. Ja. En dus, wat gaan we de komende jaren doen? Vanuit Webs? Hoe hard gaan jullie groeien? Ja. Wij hebben veel ambitie. wij staan aan het begin. Kijk, je vroeg transitie. Wij hebben zelf van de marketing tech naar de business tech. Hè. Daar krijgen we andere vraagstukken binnen onze organisatie op ons af. Dus die transitie maken wij door met de club. Mm-hmm. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, dat is zoeken. Ja. Daar hebben we 3 jaar geleden ingezet. Daar hebben we een flinke slag in gemaakt. Mm-hmm. En wij hebben veel ambitie ook buiten Nederland. Dus wij gaan, kijk, wij willen binnen nu 5 tot 7 jaar de grootste Europese platformspeler worden. Oké, dat is geen geringe ambitie. Dat is de ambitie. En wat heb je daar het hardst voor nodig, portemonnee, geld of mensen? De volgorde is ook een belangrijke. Ja. Nee, kijk even terug naar wat was het last? Solution architect. CRM consultant, die zijn nou nog relatief lastig te vinden voor ons, omdat we in de markt nog gepercipieerd worden voor een groot gedeelte als marketingclub, als agency. Ja. En solution architect, die zit aan de IT-zijde, die zit bij IT-dienstverleners. Ja. En die moeten we zien te krijgen. Dus we zullen daar de eerste change moeten maken. Om die mensen, die vinden we, dat gebeurt, hè. Dat is ook weer om die transitie. Maar dat betekent ook dat we een ander plaatje aan de voorkant moeten gaan laten zien. Een ander verhaal moeten vertellen. Wat weer meer resoneert bij onze doelgroep, maar ook onze werknemers. Mm-hmm. En om dat allemaal te doen, zullen we wel degelijk ook investeringen moeten doen. En dus heb je geld nodig. Ja, precies. Dus en eigenlijk. Want je gaat niet alleen autonoom groeien. Dat zit ook een buy-in-beeld achter dan. Ja, daar zijn we actief mee bezig. Ja. En daarin gaat het niet om het geld. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar met name ook kennis en kunde. Ja. Wij zien een enorm gat
in de markt. Die ingevuld moet worden. Ja, het is maar, bijna, het is, maar, ja. maar het marktaandeel daarin van HubSpot heeft nog enkele cijfers. Ja. Het bestaat niet uit twee getallen. Nee. Dat betekent, ik denk vanuit de opportuniteit, ja, ja. dat betekent 90% te ontwikkelen. Ja. Dus dat gaat dus niet vanzelf. Dan moeten we in pionieren voorop gaan. En dat gaat sneller als we kennis en kunde, geld, mensen erbij krijgen. Het verbaast me nog steeds eigenlijk een beetje dat ik zit te luisteren. Dat ik denk, frek joh, ik wist niet dat dat... Ik noem het even IT, tech, back office, reclame aan de andere kant. Hè, maar dat er nog zo'n gapend gat tussen zit. Maar blijkbaar zit dat er nog steeds nou, tussen. Dat heeft er vooral mee te maken omdat alle techreuzen richten zich op de enterprise. Ja. En alle reclamebureaus ook. Ja. Want daar zit het geld voor de reclames. Zo het groot MKB. Het groot MKB, de backbone van de economie. Ja, ja. Wordt een beetje links gelaten. En HubSpot heeft dat heel goed gezien. Ja. Daar zijn zij de dominante partij. Ja. In de SMB Plus wereld. Dat heeft een voordeel en dat heeft een nadeel. En het nadeel is dat met name die MKB Plus vaak ook, vinden wij, gegijzeld wordt door de tech office bedrijven die starten vanuit de back-end. Ja. Laatste vraag. Ik zit te luisteren en te kijken naar dit gesprek. Ik ben zo'n ondernemer met een flink bedrijf. En ik zit nog op Excelletjes te rommelen. En ik denk, ja, ik moet nu echt eens aan de slag. En dat weet ik nu helemaal zeker. Wat moet hij of zij dan, even los van jullie bellen. Maar wat is dan de eerste stap die in ieder geval hij of zij morgen moet doen? Ik zou... Ik heb een idee, jij ook. ik zou sowieso naar een bijeenkomst komen van gelijkgestemden. Ja. En gewoon eens vragen aan je buurman, die hier wel mee bezig is, die in dezelfde positie zit als jou, wat het hem brengt. Ja, ja exact. Zoek champions op en kijk wat ze doen. Kijk wat ze doen. En dan champions uit de oude league en uit de nieuwe league bedoel ik. Hè? Er zijn SaaS-bedrijven die het supergoed doen. Die commercieel echt wat aan te brengen hebben voor de wat meer traditionals. Maar die SaaS-bedrijven kunnen ook weer naar de traditionals gaan kijken. Ja. We hebben wel eens een kennissessie gehad dat we die beide werelden bij elkaar brachten. En zeiden van, wat kunnen jullie nou van elkaar leren? Ja. Ja, dat geldt voor elke klant. Oriënteer je goed, want er is ook heel veel prietpraat. Hè? Kijk, we hadden het net over AI. Ja, er zijn honderdduizenden AI-tools op dit moment die allemaal booming zijn, allemaal de beloftes hebben, maar nog niet altijd waar kunnen maken. Ja. Nou, dan moet je wel kaf en koren scheiden. Nee, en uiteindelijk gaat het om de business verder brengen en dat begint bij de klant. Ja. Zet die klant nou centraal en daarop moet je zaken organiseren. Ja. En wat heb je daar dan voor nodig? Ja. En in 2024... zijn er andere mogelijkheden als 10 jaar geleden? Ja. En verdiep je daarin? Verdiep je in die wereld? En dan gaat er, veel... Een wereld voor je open. Ja, een wereld voor je open, ja. Helder verhalen, Camille, Emiel, dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel plezier de komende jaren. Het is werk in de winkel. Zeker. Dankjewel dat jullie mijn gast waren. En dankjewel voor het kijken naar een serie over business transformatie die ik samen maak met Webs. En voorlopig zijn we hier volgens mij nog niet over uitgekletst. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Hieronder kun je abonneren, dan mis je helemaal niks meer. Zit je te luisteren naar de podcast? Abonneer je ook, dan mis je ook helemaal niks meer. Wil je meer weten over Webs of je wil contact met ze? Dan kijk in de beschrijving, dan vind je daar alle informatie en linkjes. Voor nu, dankjewel. Hoi! I'm not sure if I'm going to be able to do that.